en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Waterman. Lieve maat Waterman, ik hoop dat het goed met jullie gaat. Let wel, het zal niet met iedereen resoneren. Kijk daarvoor je maan, ascendant of je venus teken. Of vraag eventueel een persoonlijke reading aan via www.revibestarot.nl. Ja, we gaan eens kijken, heren, verleden, toekomst. Mocht je het leuk vinden om je te abonneren op mijn kanaal, dat is verder kosteloos. Daarmee maak je gelijk kans op een persoonlijke reading. Hoe leuk is dat? Wat vraag ik? Abonneer, like deze video en onder in de comments een rood hartje. We gaan eens kijken. Lieve Waterman, hoe gaat het op liefdesgebied? Wat staat ons te wachten? Jullie. De toren in het verleden, de Knight of Coins en de Magier. Wauw. En nu zie ik de Wheel of Fortune, de vier van munten en de kracht. In de toekomst de drie van zwaarden, de wauw, de judgment en de zon. Wauw, 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 wauw. En de uitdaging is de Two of Cups. Wauw. Ik blijf soms maar wauw zeggen. Onder op het dek zie ik Justus, de vier van zwaarden, de Queen of Coins en de wereld. Oké. Er is keuze in een liefde, is wat ik zie. Iemand moet geheeld worden van een karmisch deel, is wat ik zie. Om een nieuw cycle eigenlijk in te gaan, is wat ik voel. Er moet ergens een balans in worden opgemaakt. En daarbij kan het te maken hebben met de steen op maagd. Het kan ook zijn dat je jezelf gewoon weer mag nurturen. Dat na dat karmische deel wat je hebt gehad, die rust, die pijn die je hebt gekend, om gewoon weer te zijn wie je bent, om eigenlijk een bevrijding te vinden. Misschien dat je jezelf gaat overtreffen in iets, zodat er succes en voorspoed op je pad komt. In het verleden zie ik hier de Knight of Coins, de Magier en de Toren. Wat ik voel is dat er een chaotische periode in je leven is geweest. Maar wat ik ook zie is dat je daadkracht en ja, je alles hebt bij elkaar gepakt om eigenlijk door te zetten. Om dus eigenlijk je power te gebruiken nadat je die torenmoment hebt meegemaakt. De Knight of Coins staat wel iemand voor die stabiel is, onderzoekend. Iemand die geduldig is. Dus het kan zijn dat je iets moest... Het lastig vindt om verandering aan te brengen, maar dat de toren ervoor heeft gezorgd dat dat wel moest. Het kan zijn dat je ergens niet meer tevreden over was in je leven, waardoor spirit je eigenlijk een handje heeft geholpen. En dat kon wel heel chaotisch voor je zijn, maar daardoor heb je wel eigenlijk de kracht gevonden om door te zetten. Het heeft misschien een tijd gekost, wat ik zei, maar daardoor kan je wel op jezelf vertrouwen. Daardoor heb je de energie overgenomen van de magier. Het kan zijn dat je dus iets wilt gaan manifesteren of dat je iets wil manifesteren in je leven. Wat ik zie, is dat het je wel is gelukt. Wat dat is in je leven, dat kan liefde zijn, maar het kan ook gewoon bepaalde aspecten dat je gewoon je daadkrachten bij elkaar hebt gepakt en daarvoor bent gegaan en je het eigenlijk sterker heeft gemaakt, die toren. In het nu zie je de Wheel of Fortune, de kracht en de vier van munten. Ja, wat ik daarbij voel is dat je misschien wel wat gereserveerd bent of je bent ergens hard voor aan het werk. Maar ik zie dat je misschien soms bang bent om je hart te openen. Er is een mega cycle voor jou die al veel kracht geeft. Dus misschien dat je daarom je misschien wat, moet ik het zeggen... misschien lastig vindt om je te openen. Maar dat doe je wel omdat je gewoon niet gekwetst wil worden. Dus je houdt die munten achter je. Dat betekent dat je je misschien... ja, dat je wel gevoel hebt, maar je laat niet alles zien. Omdat jij gekwetst bent in het verleden misschien. Omdat er chaotische tijd was. En je wil niet meer dat die chaotische tijd in je leven komt. De Wheel of Fortune is eigenlijk een prachtige kaart in het nu. Want daarmee sluit jij dus een cycle af en ga jij een nieuwe cycle binnen. En misschien ben je wat gereserveerd. Maar je bent wel een krachtig persoon. Je hebt onvoorwaardelijke liefde. En de kracht zegt wel dat je ook echt in je kracht staat. En dat jij... zelfverzekerd bent, ook al ben je misschien wat gereserveerd. Maar dat is soms niet verkeerd om dat te doen, om jezelf te beschermen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik voel. En ik zie ook doorzettingsvermogen. En
Ja, ontwikkelingskracht. Dus je bent jezelf aan het ontwikkelen. Misschien ben je ergens mee bezig. En het is natuurlijk een liefdesreading. Maar misschien wil je een stapje zetten. Maar ja, durf je niet alles nog te laten zien. Dat is eigenlijk een beetje wat ik voel met deze kaart. Dus je bent je energie aan het opsparen voor iets wat misschien tot heel iets groots kan leiden. Dus misschien ben je daarnaar op weg samen met de kracht. Want je uitdaging is de Two of Cups. En de Two of Cups kan voor twee dingen staan. Kan voor een excuus staan. Kan voor een karmische relatie staan. Of een zielsverwant of een soulmate. Noem het maar. Maar het kan ook zijn dat je daar een keuze in hebt. En ik zie dat je misschien aan het twijfelen bent. Dat je misschien wel iets wil geven, maar toch bang bent. Ja, dat je gekwetst wordt. Wat ik zie, ja, in de toekomst zijn, ja, prachtige kaarten. Je ziet natuurlijk wel de drie van zwaarden, maar dat zegt van mij, wat ik erbij voel, is dat jij iets moet afsluiten. Misschien moet je leren om iets af te sluiten, iets wat je aan het hart gaat. Misschien doet het je verdriet. Maar wat je hier ziet met die rozen, dat levert wel heel veel groei op. Dus ik zie dat je iets uit het verleden misschien moet loslaten. Misschien kleeft er nog iets aan van die toren, van die gotische tijd. Wat je gewoon aan het hart gaat. Misschien durf je niet goed keuzes te maken. Misschien vind je het lastig om iets los te laten. Maar ik zie wel samen met de zon en judgment dat het je gaat lukken. En hoe mooi is dat? Dat je staat in je kracht. Je bent echt goed bezig. En ook al ben je wat gereserveerd. Ook al durf je misschien niet de achterste van je tong te laten zien. Maar dat is niet erg op dit moment, want je hebt gewoon veel meegemaakt. In ieder geval zie ik dus de drie van zwaarden, de judgment. En de judgment staat eigenlijk voor een bevrijding. Er is iets in jouw leven waardoor jij een verandering, een vernieuwing aangaat. En dat kan een verandering in liefde, dat jij dus oude pijn los gaat laten. En daardoor eigenlijk weer gewoon het innerlijke kind, hetgeen de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, maar ook voor anderen eigenlijk... Ja, het succes op alle vormen eigenlijk in je leven gewoon aan kan. Geloven in jezelf en optimistisch zijn. En ik zie ook echt dat het je gaat lukken. Ook al heb je natuurlijk pijn. En iedereen heeft een soort van bagage. Maar ik zie wel dat je echt jezelf gaat bevrijden. En wat ik al zei, ik krijg gewoon kippenvel. Die vlinders, je gaat echt, je hebt zoveel transformatie doorgemaakt. En hier ligt het natuurlijk de 10 en hier... Ja, bijna de einde van het tarot. En samen met de zon, echt prachtig. Dus ik zie deze kaart niet als heel negatief. Ik zie het meer dat je waarschijnlijk iets gaat loslaten. Wat je gewoon aan het hart gaat. Waar je er misschien wel gevoel voor hebt. Maar dat neem je mee. Dat is, ja, klinkt misschien bizar. Maar voor de mensen die deze reading eigenlijk voor wie die is. Dan snappen ze me wel. Maar er is dus iets karmisch waar een balans in moet worden opgemaakt. Voor jezelf opkomen. Af en toe even de rust in te gaan. En daar heb je hem, hè? De wereld, de bevrijding, de laatste kaart van de troon. Moet je kijken hoe prachtig die is. Want het is echt wauw. Al die kleuren, die vrijheid. Gewoon in jezelf zijn. Jezelf, ja, je plek hebben gevonden in deze wereld. Hoe vet is dat? We gaan eens kijken, die toren. Waar heeft dat mee te maken, die toren? Oh nee, ik moet nog eens die andere pak af, natuurlijk. Ik wil alweer veel te snel. Wat mag ik nog weten van de Romance Angels? Afhankelijkheid en maak jezelf vrij. Dus er is iets inderdaad waar je jezelf van vrij moet maken misschien. Het is tijd om de regie van je leven weer in eigen handen te nemen. En afhankelijkheid, verslaving beïnvloedt je liefdesleven. Dus het kan zijn dat je ergens verslaafd aan bent, hoeft niet. Maar het kan zijn dat je misschien dingen buiten jezelf zoekt. Of iets, ja, misschien dat iets was, chaoticiteit. Of in ieder geval iets wat je hebt moeten loslaten. Maar wat ik ook zie is om jezelf gewoon te bevrijden. Het kan een situatie zijn in de liefde, om jezelf niet te beperken meer. En verslaving kan ook gewoon verslaafd zijn aan lied, of verslaafd zijn aan denken, of verslaafd zijn, noem het maar. Ergens afhankelijk van zijn. Romance, wow. Cupido, arrows, strikes. Wow. Top. Maybe there's a...
zitten. Even kijken. Nu ga ik wel verduidelijk vragen. Lieve spirit, wat mag je weten over de toren in het verleden? De duivel. Ja, dus er is iets wel in jouw leven geweest. Ja, weer die hartpijn. Wat ik voel is dat jij veel te veel vast hebt gehouden aan iets. Iets wat misschien tot ontrouw heeft geleid. Of misschien wat iets waar je veel te veel energie in hebt gestoken. Wat jou wel heel veel verdriet heeft gedaan. Dus wat ik zie, je hebt echt wel veel meegemaakt. En ja, daarbij was dit nodig, die chaoticiteit. En er is iets geweest wat gewoon niet helemaal oké was. Of dat nou inderdaad een verslaving was. Of dat er iets was, een persoon waar je verslaafd aan bent. Of iets, een persoon die jou verkeerde aandacht gaf. Een codependency, zoiets. Kan zijn dat je verslaafd was gewoon aan, ja, moet ik het zeggen, iets te veel doen. Laat ik het daarop houden, want het kan echt van alles zijn. Maar in ieder geval kan het bestaan of niet accepteren. Het kan ook zijn dat je iets niet wilde accepteren, maar dat de toren ervoor heeft gezorgd dat je het wel moest accepteren. Dus misschien had je al heel lang het gevoel dat je de kar moest trekken ergens in. Misschien had je het gevoel dat het steeds chaotisch was en stormde je ergens weer in wat misschien niet helemaal oké was. Wat je eigenlijk wel wist, maar misschien was je bang om dingen los te laten. Allemaal dat soort energie is wat ik zie. Maar de toren heeft daarvoor geleid om dat dus, ja, om dat wel te doen. Je haalt geen weg meer terug, dat is een beetje wat ik zie. Wat mag ik weten over die magier? Ja, wat ik voelde is dat je heel lang hebt getwijfeld over iets. Misschien dat je ergens geduld in moest hebben, maar wat jou wel tot victory heeft geleid. Dus je twijfelde of je het misschien allemaal wel aankon. Misschien twijfelde je of je wel sterk genoeg was om eigenlijk alles te creëren wat je wilde. Maar, en moest je veel geduld hebben met jezelf. En heeft je dat vaak doen twijfelen. Maar wat ik wel zie is dat het uiteindelijk je wel is gelukt wat je tot victory heeft geleid. En dat mensen eigenlijk tegen je opkeken. Misschien ook mensen misschien een beetje jaloers waren. Kan op werkgebied zijn. Kan ook gewoon in de liefde zijn. Of persoonlijke groei. Maar mensen keken tegen je op. Omdat jij gewoon, ja, jezelf hebt bevrijd. En gewoon daarmee een heel nieuw pad in bent gegaan. En gewoon de passie weer kon vinden. Is wat ik zie. Heel mooi. Maar je hebt veel geduld met jezelf moeten hebben. En dat heeft je echt wel mentaal ook wel, moet ik het zeggen, veel jiggelen. En jullie zijn natuurlijk luchttekens, dus jullie denken ook veel. En wat is die Wheel of Fortune? De Raad van Fortuin. De Koningin van Bekers. De Ridder van Staven. En de Negen van Staven. Ja, wat ik voel is dat je soms nog wel vasthoudt aan iets. Wat misschien, of je bent emotioneel gewond. En daarbij probeer je eigenlijk een soort van transformatie in te komen. Dus het kan zijn dat je daar nog een beetje wel in zit. En dat is ook niet niks. Als je in een karmisch deel hebt gezeten, dan kan je dat ook lastig loslaten. Want dat hoort ook een beetje bij je. Hè? Dus dat je emotioneel gewond bent. En dat je misschien soms vasthoudt. Of dat je het lastig vindt. Of dat je gewoon graag wil dat iets werkt. En ja, dat is een cycle, dat is iets, die burdens die je kent, zie dat als les. Want daarmee ben je gewoon heel sterk geworden en weet je wat je wil. De Koningin van Bekers, daardoor ben je gewoon veel meer, ga je een cycle in van dat je op je intuïtie mag gaan vertrouwen. Dat je er mag zijn, dat je gewoon weet wie je bent, dat je gewoon nurturing bent. Samen met de Ridder van Staven, ook nog heel creatief. Dus kan zijn dat je je creativiteit misschien gaat ontwikkelen. Of dat er iemand op je pad komt die je gewoon heel veel avontuur en emotie, het innerlijke kind in je vrijlaat. En nadat jij gewoon inderdaad dat stukje loslaat van emotioneel misschien gewond te zijn geweest door een persoon. Of misschien ook door jezelf, omdat je te veel hebt vastgehouden aan iets. Ja, de Koningin van Staven, de Vijf van Zwaarden en de Schildkap van Zwaarden.
en de zegenwagen onderop. Wat ik voel is dat jij misschien inderdaad wel nieuwsgierig bent of dat jij iets beginnen wilt. Maar wat ik tegelijk voel, je zit veel in gedachten. Dus ja, het voelt voor mij, of wil je bevrijding nog wel, maar hou jij jezelf gewoon soms tegen. En dat kan zijn dat er mensen jaloers zijn of dat je zelf misschien niet weet waar je moet beginnen. Of dat je gewoon te veel in je gedachten zit. Maar Spirit zegt eigenlijk, laat jouw innerlijke kind vrij. Ga als die vrouw, die is gepassioneerd, dat is een sensuele vrouw, die is, weet wat ze wil, die heeft geen schaamte, die doet gewoon. Zij is een leeuw, zij weet wat ze wil en ze laat het ook zien. En hier heb je de ridder, dus je bent, komt in een soort van energie, waardoor je gewoon misschien die gedachte van, ja, niks waard te zijn misschien, of jaloezie, wat anderen ervan vinden, of misschien ben je inderdaad bedrogen geweest, of is er afgunst, maar ja, en waarschijnlijk dat je daardoor ook inderdaad gereserveerd bent, omdat je misschien niet jezelf durft te uiten, is wat ik zie, maar doe het wel, want ga op onderzoek uit. Misschien dat je in de gaten wordt gehouden, dat kan ook, maar ik voel het meer dat je een soort van onderzoek wil, ja, dat je jezelf wilt gaan onderzoeken, of dat je ergens nieuwsgierig naar bent om iets te gaan doen en laat jezelf zien. Wauw, de 9 van munten. Wat ik al zei. En de 9 van munten staat echt voor iemand die zich laat zien. Die is independent, die weet wat ze wil. Die is onafhankelijk. Heeft alles goed voor elkaar en is zelfverzekerd. Supermooi. Maar door je gereserveerdheid kan het soms zijn dat je in gedachten gaat. Dat je te veel met je hoofd bezig bent. Ja, de hoge priester en de 10 van munten. Super. En de aas van bekers. Ja. Wat ik voel is dat je dus gewoon jezelf kan gaan laten zien. Misschien heb je zoveel geleerd. Misschien ben je nieuwsgierig naar iets wat er meer is. Ben je op zoek naar de zin van het leven. Om dus ja, de passie die je graag wilt ook te gaan uiten. Door traditie of iemand in familiekring. Of in ieder geval op zoek naar traditie. Dat is wat ik voel. Maar ben je soms bang inderdaad doordat je bent gekwetst of dat er jaloezie was of dat misschien mensen iets ervan gaan vinden. Maar ik zie echt dat er nieuwe liefde op je pad komt. Er is een nieuw begin in de liefde. Wat dat misschien heel veel succes gaat leiden. Ja, stabiliteit. Je ziet hier de kinderen, gezin. En de hoge priester kan ook staan voor een huwelijk. Al vind ik dat altijd in deze tijd wat lastig. Maar in ieder geval wel gewoon jezelf kunnen zijn in iets waar jij gewoon een spirituele misschien connectie mee hebt. Of gewoon jezelf spiritueel aan het ontwikkelen bent. Misschien dat je zelf de kracht vindt om iets over te brengen. Wat mag ik nog weten over de 3 van zwaarden? Wauw. Ja, zie? Wauw. Wat ik al zei. Ja, dus wat ik voel is dat jij iets loslaat. Die gedachte van niks waard te zijn of geen uitweg vinden, daar vind jij wel een uitweg in. Mits jij volgens mij iets loslaat. Dat kan karmisch zijn, maar dat kan ook dus een spirituele connectie zijn. Of het is zo dat je je gedachten moet loslaten over dat iets niet gaat werken. Misschien gaat het wel werken, misschien moet er ergens een completion komen. Maar moet je dus eerst iets loslaten wat jou in gedachten nog bezighoudt. Wat mag ik weten over de judgments? Ja, gerechtigheid. Dus er is iets waar een balans, iets waar je misschien zelf ook een aandeel in hebt gehad. Ik moet eerlijk zijn. Ja, iemand uit het verleden. Je moet emotioneel ergens van weglopen, is wat ik zie. Het kan ook zijn dat er iemand weer terugkomt uit het verleden. Waar jij een afsluiting mee doet. Zodat de karma kan worden afgesloten. Zodat je dus weer alle liefde kan krijgen die je wilt. Dus ik zie dat jij het lastig vindt om iets af te sluiten. Of niet lastig, misschien doe je het, maar in je hoofd ben je daar nog mee bezig. Omdat jij fantaseert over iemand. Ik zie hier 2 keer de 2 of cups. En ik zag de lovers, toch? Ergens? Nee, niet. Dacht ik dus gezien te hebben, maar dat heb ik verkeerd gezien. Maar in ieder geval gerechtigheid. Dus er is iets uit het verleden waar een gerechtigheid of een balans in moet worden opgemaakt. Er moet een oordeel worden gemaakt, een balans. Strubbelingen van karmische relaties moet worden losgelaten. Het kan ook zijn dat er iemand terugkomt uit je verleden wat veel heling gaat brengen.
Maar ik voel meer dat er iets uit het verleden moet worden losgelaten waar je een balans in moet maken, zodat je daar emotioneel van kan dissociëren, zodat je ook een nieuwe cycle in kan gaan. Wat mag ik nog weten over de zon? Ja. Weer een judgment, wat ik al zei. Dus er moet een bevrijding komen uit iets waar jij gewoon heel veel verandering in gaat krijgen. Weer het oordeel. Oeps. Ja, een verlossing vinden. Ja, see? Wow. Wish fulfillment. En keuzes maken. Dus je moet zelf een keuze maken. Je moet knopen doorhakken. Je hebt veel meegemaakt. Het is tijd om nu voor jezelf op te komen en gewoon voor je eigen geluk te kiezen. Dat is wat ik zie. Wow, zie? Daar was je al. Dus er is gewoon iets op liefdesgebied waar jij een keuze, wat jij zou moeten loslaten, zodat jij een nieuwe cycle in kan gaan. Je hebt veel kracht. Je weet hoe je moet manifesteren. Je moet echt een cycle sluiten, zodat je weer in je power komt. Er moet iets met gerecht of een karmisch deel in je leven waar jij strubbelingen mee kent of hebt gehad. Misschien te veel verantwoordelijkheden of te jaloezie of dat soort dingen. Loslaten. Mensen zijn altijd jaloers, ook al is het met een karmisch deel. Misschien vinden mensen of je ex of iemand of mensen om je heen er iets van. Knopen doorhakken en gewoon gaan. Dat is wat ik voel. Ja, en niet meer treuren over hoe het gaat. Two of Cups. Want het kan zijn dat je medelijden hebt. Of dat je snel in medelijden schiet. Laat je gevoel zien. In ieder geval, open je hart. Het kan zijn dat je met een stierstem op maag te maken hebt. In ieder geval waar je een keuze in hebt. In ieder geval zie ik iemand wat gewoon tot heel veel stabiliteit kan leiden. Ja, iemand die de zaak dus goed op orde heeft. Wat mag ik nog van advies? Maar je moet daarom ook, maak jezelf vrij. Soms vergeet ik ook die kaart. Oeps. Advies nog voor deze reading. Oeps. Ja. Zie? Je weet hoe het werkt, zegt Spirit. Ga die creatie aan. Laat het innerlijke kind vrij. Ga een keuze maken, want je kunt het. Zodat je weer succes en movement kan krijgen na een moeilijke periode. Dat alles weer in balans komt. Ja, en gewoon weer een overwinning kunt voelen. Wees heb discipline en zorg ook dat je gewoon weet wat je doet. Want je weet wel wat je doet. Mits jij gewoon, hoe moet ik het zeggen? Je eigen beheersing, je zelfbeheersing ook laat leiden door het goddelijke eigenlijk. En die toxiciteit die jij hebt gekend, dat kan in je hoofd zijn, maar dat kan ook een persoon zijn. Of in ieder geval iets wat jou, waar je je van vrij moet maken. Want het kan dus zijn dat een persoon of jezelf of iets in je omgeving jou niet vrij laat voelen. Ook al voel je vrij, maar toch is er iets wat jou tegenhoudt. Dat is een beetje wat ik voel. Maar dat hoeft niet. Verlos jezelf van die emotionele bagage die je hebt. En creëer wat je wil, zodat je gewoon echt succes kan krijgen. En dat is super mooi, deze kaart. Ja, zodat je weer opnieuw kan beginnen. Hoe mooi is dat? Je kan altijd opnieuw beginnen. Ja, wauw. En de zon, ja. Lieve waterman, kijk, wees vrij. Het innerlijke kind waar ik het over had, daar staat ze of hij. Dat ben jij, zegt Spirit. Zie dat ook, voel dat ook. Ga dat pad in, wat je ook maar wilt. Dit is wat ik voor jullie heb, lieve waterman. Mocht het resoneren, laat het me weten. Doe een duimpje omhoog. Wil je kans maken op een persoonlijke reading? Meld je aan, abonneer je kosteloos. Like deze video en onder in de comments een rood hartje. Ik wens jullie al het goeds en tot snel. Doeg!